Deze voetballer is geboren op 24 januari 1964 in Breda. In de jeugd kwam hij uit voor SCO en Kozak Boys. Als prof was hij actief tussen 1982 en 1985 en speelde achtereenvolgens voor NAC, RKC, De Graafschap, Eindhoven en Sparta. In het seizoen 1990-1991 werd hij topscorer van NAC. Met 35 doelpunten in de eerste divisie werd hij speler van het jaar. In 2014-2015 gaat hij samen met Danny Buijs, Kozakken Boys uit Werkendam, leiden als trainersduo. Dit is Tom Cornelissen. Goed, ja, goed. Ja. Tom, 1990-91 NAC. Welke helftal bestond dat? Veel regionale jongens, zoals Hans van der Dingen, Peter Remies, Jon Karelsen, Jacques Sweres, Danny Schrijvers. Dus ja, allemaal wel jongens die opgegroeid zijn rond of in Breda. Maar je werd topscorer, maar mede door wie eigenlijk? Die gaf wees de voorzitter, of de assist? Ja, de rechterkant natuurlijk met Peter Remy, Hans van der Dungen, Jacques Sweres, Lokhoff natuurlijk, die in het tweede seizoen zelf van Feyenoord kwam. Dat is natuurlijk een fantastische speler ook. Zeker als spits zijn die veel aanvoer kon geven naar de zijkant of direct naar mij. Dus ja, dat was ideaal. De mooiste goal? Poeh, ik heb er natuurlijk veel gemaakt in dat jaar. Ik denk toch... NAC VVV en niet de na-competitie. Dat was dramatisch natuurlijk zoals hij afliep, helaas geen promotie. Maar de wedstrijd voor de competitie, die wonnen wij met 4-3. En daar schoot ik een bal denk van een meter of 25 erg strak in de hoek. 35 goals. De toenmalige clubtopscorer, kan je die nog herinneren wie dat was bij NAC? Ja, tuurlijk. In één seizoen bedoel je natuurlijk. Ja, was Leo Canjons. Die ben ik opgevolgd, daar ben ik nog steeds trots op natuurlijk. Helaas is hij niet meer onder ons, maar ja, de beelden en de verhalen die ik van hem heb mogen aanhoren, was natuurlijk een fantastische spits, zeker in zijn tijd. Je werd gekozen dus door beste speler, eerste divisie, wat ook trouwens het had. Ja. Trouwens een beetje bekende voetballer die de schoen ooit gedragen geloof ik, hè? Of niet? Ja, die schoen natuurlijk niet, maar... Nee, je bedoelt de naamgever van ja, de schoen. Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. Dat klopt. Dus ja, dat is natuurlijk wel een eer. Waarom je wordt gekozen door alleen maar spelers van eer en eerste divisie. Die mogen een stem uitbrengen op het VVC-schala. Dus dat heeft niks te maken met journalisten of punten of wat dan ook. Nee, je wordt puur door je eigen collega's, spelers, word je beoordeeld. En die mogen een stem uitbrengen op die avond. Ja, en dat ben ik wel trots op natuurlijk, dat je dat toch kan winnen. Want volgens mij heeft niemand in het NAC bestaan het ooit nog voor elkaar gekregen. Dan op een gegeven moment word je topscorer. Salvatore Totocilazzi. Ja. 6 doelpunten te WK 1990. Ja, klopt. Je krijgt op een gegeven moment ook de bijnaam Toto. Maar wie heeft dat eigenlijk de wereld in gebracht? Daar zijn we nog steeds niet uit. Ja, de supporters. Kijk, op een gegeven moment... ik scoorde natuurlijk veel dat jaar en de WK ging van start en op die manier hebben ze eigenlijk mijn bijnaam toen een beetje omgedoopt. Omdat hij ook een spits was uiteraard, zoals je weet. Heel doelgericht en goed voor de goal, wachten op die momenten en dan uiteraard afmaken. Ja, en dat was mijn kracht natuurlijk ook. Dus zo is die naam ontstaan. En op de dag van vandaag kom je nog overal tegen en iedereen noemt me nog zo als ze daaraan terugdenken. NAC. VV had net aan, na competitie. Jaap Uilenberg, Kurt de Koolhaaf. Ik heb er nog beelden van. Ja, maar ik denk niet van die goal. Ja, van die goal. Nou, dan ben jij volgens mij de enige, want iedereen heeft gezocht naar die beelden. En ik heb zelf ook nog beelden. Dus leuk, ik zeg ervan, ik neem natuurlijk, je weet zelf, of de record. Doe het een goal. Is dat een godsnaam mogelijk eigenlijk, hè? Ja, zeker in die tijd ook natuurlijk. Kijk, je hebt niet meer de social media van nu natuurlijk. Maar zeker in die tijd, ik heb nog beelden van die wedstrijd. Ik kop nog aan de binnenkant van de paal. En uiteraard de 3 doelpunten die in de wedstrijd voorkomen, 2 voor ons en 1 voor VVV, die staan er allemaal op. Alleen vlak voor tijd in de blessuretijd was het volgens mij net al. Ja, maak ik een goal die afgekeurd wordt, maar die is nergens meer terug te zien. Ik dacht dat ik alles voor elkaar kon. Ik heb de redactie gek in elkaar. Ik heb mezelf zitten spitten. Het is echt niet te vinden. Het is inderdaad wel heel flappant dit. Ja, Sjoerd Massou heeft het nog zelf in zijn boek geschreven.
vanuit daar is hij ook op zoek geweest en gekeken en etcetera, maar niemand heeft het ooit kunnen vinden. Dus het is verpand. Het was heel cruciaal, want dan hadden wij weer uiteraard de promotie gehad en het feest gehad. Maar helaas mocht het niet zo zijn. Het was voor mij natuurlijk een fantastische kroon op een jaar geweest, waar ik natuurlijk topscorer werd voetballer van het jaar. Helaas niet de promotie rechtstreeks, want die ging naar de Graafschap. En ja, dat had voor mij ideaal geweest om zo dat af te sluiten en NAC naar de Eredivisie te schieten. Vele buitenlandse clubs heb je gehad. Om een beetje de sfeer te komen heb ik een Thasos gek kunnen krijgen, een Grieks restaurant. Ja. Pauk Saloniki. Ja, ja. Wat ging er mis? Of wat ging er goed? Ja, het weer was natuurlijk geweldig, maar... Wat ging er mis? Nee, ik denk dat je dan nog wel eventjes... Ja, maar je bent geen topscorer geworden, toch? Nee, luister, er is zoveel misgegaan. Ik heb daar contract getekend met mijn volle verstand voor 2 jaar, met een optie voor 2 jaar. Alleen, dat was een of ander item in de wet opgenomen daar, of in de voetbalwet, laten we het zo stellen, waar men zei als je ouder als 25 was, en ik was 25 als 3 maanden, moest je international zijn of de hoogste voetbalklasse komen van het land. Maar ik heb die regel nooit tegengekomen, die hebben ze me nooit verteld. Dus ik ben aan het procederen geweest, problemen. Ik ben er 3 maanden geweest daar. Rob Jacobs was een Nederlandse trainer. Ik heb er van alles kunnen doen, behalve één officiële wedstrijd kunnen voetballen helaas. Dus wel vriendschappelijk trainen, et cetera. Dus dat was voor mij een nachtmerrie, want toen ik terugkwam na 3 maanden waren de clubs weer bezet en moest ik blij zijn dat ik bij NAC Breda terug kon komen. En PAOK was een grote club, nog steeds een club van naam. Speelde Europees voetbal en uiteraard ook de financiën. Ik had een goed contract daar, dus dat was voor mij ook wel van belang. Volgens mij hebben wij een gemeenschappelijke opmerking, ik zeg het ook heel vaak, tegenwoordig spelen ze niet meer om te winnen. Ja, kijk, de tactiek van de bepaalde, kijk, zit er natuurlijk zelf nog dagelijks in. Dat ik ook daarmee bezig ben natuurlijk uiteraard met spelers beter maken, opstellingen enzovoorts. Kijk, zien ze wel tikkie breed, tikkie terug? Kijk, ik was gisteren bijvoorbeeld bij NEC Heracles en er zijn 2 teams die het spel niet kunnen maken, die puur een omschakeling spelen. Dus dan krijg je soms een hele slordige of vervelende wedstrijd. En dan zag je ook lang 0-0, 2 minuten voor tijd een goal. Nou ja, en tegenwoordig zijn er veel teams die zich aanpassen. Vandaar ook vanuit tactisch aspect misschien soms terecht spelen om niet te winnen. Maar zeker alleen maar in het veld te gaan om niet te verliezen. Waar herken je een goede spits aan? Ja, ik kom nog met de periode over het Sintval natuurlijk, zou je kunnen zeggen. Inge Danielsson bij Ajax. Tom Cornelissen bij NAC. Nee, maar hier was wel een goede spits. Het is niet geen rouwdouwerig gebeuren natuurlijk. Een spits wordt altijd beoordeeld. Calispera. Die ken je natuurlijk. Kenna. Calafus. Nee. Spreek je helemaal geen Grieks? Nee, ik moet eerlijk zeggen, helaas niet. Maar ik vind het wel fantastisch dat ik hier ontvangen mag worden bij Thasos. Dankjewel. Het is toch weer een stukje herinnering dat terugkomt. Daar doen we toch allemaal, doen we toch allemaal voor dat het een stukje herinnering is. Trouwens, op de achtergrond nog een van de harde kernen van PAOK. Dit periode natuurlijk ook met jou meegemaakt. Maar ja. Het voetbal, komt eventjes toch terug op dat buitenlandse avontuur. Was het voetbal anders als in Nederland toen je de topscorer werd? Toen je al die buitenlandse clubs hebt, niet al die buitenlandse, maar in het buitenland gespeeld? Nee, het is overal hetzelfde. Nee, kijk, ik zeg altijd, vroeger was niet alles beter. Alleen de wil en de bereidheid was vele malen groter om te winnen. Kijk, en oh ja, ook niet onbekend. Oh, nou, dat, ja. Ik ben niet meer zo in vorm, dus ik kan er niet meer in 1 keer leeg drinken. Dus, en voor is toch? Maar ooit dat. Dat doen we zelf wel even. Nee, dus vroeger was niet alles beter, alleen de wil en de bereidheid was vele malen groter. Tegenwoordig natuurlijk met alle facetten is het natuurlijk zeker ook fysiek, tactisch, technisch. Het is allemaal wel natuurlijk op die manier ook geëvolueerd en verder ontwikkeld. Maar dat merk ik wel. Kijk, in onze lichting, in onze tijd. Een partijtje verliezen bij wijze van spreken was een doodzonde. Ja, nu maakt ze af en toe niet meer uit. Nee, snap je? En dat is wel zonde. Want bedoel, als ik met een rondootje af en toe nog wel eens mee probeer te doen en ik sta er te lang in aan mijn zin, ja, dan ben ik doodziek. Maar dat is ook een klein detail waar wel het grote verschil in zit in die bereidheid, denk ik. De huidige periode, Danny Buis, Kozakkenboys, Tom Cornelissen. Dat is wel een 3-1-heid, hè? Mag ik wel een beetje stellen, denk ik. Ja, kijk, ik moet zeggen, Kozakkenboys is NAC van amateurs. Wij zijn trouwens ook geen amateurs, maar bijna semi-professioneel. Omdat volgend jaar natuurlijk met die divisies die in elkaar groeien. Een mooie club. Het is eigenlijk een beetje dezelfde club als NAC. Veel supporters aanhang, altijd in beweging, veel druk. Het is nooit goed. Als je 3-0 wint, dan moet je 6-0 winnen. Verlies je 3-0, dan is iedereen red maar roer.
Van de andere kant is dat ook wel leuk. Dat haalt het maximale in je naar boven. En met Danny en met Kees Paan binnen de club is het prima werken. Korte directe lijnen, goede visie. En Danny is van daaruit ook nu ontwikkeling. Natuurlijk ook als assistent trainer nu in de functie. Maar ontwikkelt zich fantastisch en zal gegarandeerd nog hoofdtrainer worden. Daar ben ik van overtuigd. Wat wel plezierig is. Ik denk dat jullie het ook gereden bij de eerste zeven. Dus je automatisch tweede divisie. Ja. Dus het betaalde voetbal in. Ja. Dus daar zit je waarschijnlijk wel in binnenkort. Ja, vanuit. Onze doelstelling is gewoon dat wij binnen de eerste zeven komen. En dat moet ook nog wel lukken. Dus dan komen wij uiteraard in die tweede divisie. En dan zal voor ons ook weer een ontwikkeling plaatsvinden. Als we nou eens proost op je gezondheid. Ja, proost. Jammers. Dan laten we daar eens mee beginnen. Ja. En dan wens ik jou een heel goede carrière. Ja. Promotie met Kozakken Boys. Ja. Eindelijk gaat de KNVB eens over stap. Dus twee keer promoveren betekent dus ook eredivisie. Kom ik je daar weer tegen? Dat is nog erg ver weg. Kijk, okay. Laten we nou eerst zorgen dat we die afsluiting krijgen en dan zien we stap voor stap wel hoe wat. En NAC uiteraard, ja, dat blijft toch mijn club. Ik ben ook nog werkzaam. Okay. Ik hoop natuurlijk nog steeds dat die promoveren via de na-competitie, want dat zou natuurlijk wel het mooiste zijn ook. Top dat je er was. Ik sluit wel af met Toto Efganisto. Oké. Jammers.